één korte video voordat ik mijn vakantieperiode ga inluiden. Want ja, de vakantie is hier officieel nu begonnen. Vandaag heeft mijn dochter de laatste schooldag achter de rug. En is voor ons ook de basisschool verleden tijd. Dat is toch wel heel even een apart gevoel. Dus die voel ik ook best wel even vandaag. Ik denk, ja, je weet wat je had. En nu ligt er weer een onzekere periode voor je. Waarin je dochter straks na de vakantie en naar het voortgezet gaat. Dat vind ik best wel even een apart gevoel. Ik zag al dat ze het zelf ook wel vond. Ja, ik ben ontzettend moe, dus ik heb niet heel veel energie om een lange film te maken. Maar ik denk even toch een paar dingetjes nog zeggen. Een paar leuke vakantietips, hè, die kan iedereen wel gebruiken. Ik had in ieder geval in het verleden een aantal video's ingesproken. Ik had even teruggezocht en dat is video 15 en 16. Daar heb ik een gouden tip gegeven voor de vakantie. En ik geef een aantal tips hoe je 16 uur rijden overleeft. Dus ik zou zeker terugkijken als ik jou was. Als jij ook straks een hele verre reis gaat maken en denkt hoe komen we die door. Dan geef ik een paar hele goede tips. En ja, mijn gouden tip voor de vakantie. Ja, ik vind hem ook nog steeds geweldig. En ik zou zeggen, ga die ook zeker kijken. Ik ga het natuurlijk niet hier herhalen. Ik had nog een hele leuke extra tip. Want vorig jaar merkte ik op een gegeven ogenblik, zelfs pubers die komen een keer aan het eind van hun schermtijd. En dan zit je toch dat je denkt, oké, de sfeer zakt. Iedereen heeft zoiets van, oh, ik ben er helemaal klaar mee. En toen had ik nog geluk, want wat had ik in mijn tas? Een kladblokje. Dus deze tip wil ik jullie ook zeker meegeven. Zorg voor een kladblokje in je tas. Op een gegeven ogenblik, dus herinner ik me nog even van vorig jaar, zaten we echt even in een dip. Dat iedereen denkt, oh, hoe lang nog? En zijn we er nog niet? En toen dacht ik, oké, hoe kunnen we dit nog doorbreken? Dus een papiertje uit mijn tas gehaald en pennetje. Ik zeg, joh, galgje. Aantal letters en daar gaan we, galgje. En het is dus handig als je een aantal dingen, gewoon spelletjes in je hoofd hebt waarbij je een papier en een pen nodig hebt. Je kan denken aan plaatsnamen in Nederland, landen van over heel de wereld noemen met een letter. Er zijn heel veel spelletjes. Ik zal in de beschrijving nog een aantal van die dingen nog proberen te verzinnen. Ik zag in ieder geval toen aan mijn kinderen van, hey, dat zijn dan even weer, oh, zelf verzinnen ze het niet. En dan hebben ze toch weer even een plezierig momentje. En zo was de reis weer een half uur voorbij zonder dat ze het in de gaten hadden. Dus zorg voor een kladblokje met een pen in je tas. Ja, het duurt nog wel even voordat wij daadwerkelijk naar Frankrijk afzakken. Maar voordat we gaan, dan moeten we allemaal nog even een bezoekje brengen bij de tandarts. Dat heb ik altijd voor de weken voor de vakantie, plan ik dat altijd in. En dan heb ik vandaag dus de aftrap gedaan. Vanochtend eerst even bij de tandarts geweest voor een controlebeurtje. En de conclusie was, je bent goedgekeurd. Dus dat had weer fijn om te horen. Op een of andere manier vind ik het nooit leuk om naar de tandarts te gaan. Ik denk zelf dat dat echt komt van vroeger. Toen moesten wij dus naar de schooltandarts. En daar heb je natuurlijk echt nul begeleiding van als je het spannend vindt of weet ik wat. Dus ik denk dat het daar toen misgegaan is. En ik ben dat gevoel nog steeds niet kwijt. Dus elke keer als ik naar de tandarts moet, dan denk ik, kom op, alleen. Inmiddels ken je het toch wel. En is het allemaal, je weet toch hoe het allemaal gaat. En ze doen allemaal voorzichtig. Maar het is nog steeds niet mijn favoriete bezigheid. Dus ja. Maar goed, zo gaan we als ons de beurt nog even naar de tandarts. En dan zeg ik je, dan hopen we natuurlijk straks niet in Frankrijk bij een Franse tandarts in de stoel te liggen. En sowieso natuurlijk minimaal één keer in het jaar naar de tandarts, zeg ik jongens. Kom op. Nou, en zo gaan we allemaal dus daar nog even een bezoekje brengen. Nou, ik zei vorige keer al, hè, ik wil in de vakantietijd mijn videokanaal niet stilleggen. Maar ook niet meer wekelijks een filmpje opnemen. Dus hou het in de gaten. Regelmatig zal er wel iets te zien zijn. En dan, dan wens ik iedereen die kijkt een hele leuke vakantie. En veel plezier en geniet ervan. Ja, ook deze video sluit ik af met het versturen van een kaart. Ik had wel twee opties. Ik kan een jarige een kaart sturen en iemand is in onze gemeente de vader verloren.
Ik dacht, hé, dat kan ik ook doen. Ik denk, ik kan een keuze maken. Ik kan deze keer ook eens twee mensen een kaartje sturen. Dus dat ga ik doen. En twee mensen uit onze gemeente krijgen van mij een kaartje. Het zou ontzettend leuk zijn als jij ook nadenkt over wie kan ik een kaartje sturen. Ik vind het ook heel leuk om te horen dat mensen inderdaad door... Ja, ik praat ook heel de tijd over kaartjes versturen. Dat mensen daardoor ook aangezet worden. Ik kreeg in ieder geval zulke reacties. Dus dat vond ik ontzettend leuk om te lezen. En ja, het is gewoon heel erg leuk om op de mat iets te krijgen. En te merken dat er aan je gedacht wordt. Dus ik zou zeggen, ook zeker gaan doen. En dan hoop ik... Ik weet nog niet wanneer, maar jullie vast weer in de toekomst te zien. Ik zou zeggen, tot later.